kan ik niet. Maar ik ken iemand die dat wel kan. Hij speelt in een band. Hij heeft een pelgrimagetocht naar Santiago de Compostela afgelegd. En dat heeft hij helemaal te voet gedaan. Hij is instrumentenmaker. Hans de Luiter. Welkom in de winkel. Dankjewel. Hans, hoe is het begonnen? Hoe is het begonnen? Ik denk dat ik 13 jaar was. Ik ben toen naar de film geweest, Woodstock heette dat. En er speelde een man op, die speelde op een sitar. Dat was Ravi Shankar. Ik was zo begeesterd door dat instrument. Ik dacht, nou dat wil ik ook een keer gaan maken. Gewoon eigenlijk vanuit het niks eigenlijk. Ik ben toen naar de Koninklijke Uitvaartvesterijen toe gegaan. En daar heb ik een stuk hout vandaan gehaald. En ben gaan hakken. En dat was het eerste begin. 13 jaar was ik toen, ja. 13 jaar? 13 jaar. Zo jong. Ja. En daarna? Ja, er komt natuurlijk veel gitaar komt natuurlijk achteraan. Later ben ik dus naar een opleiding pianotechniek geweest in Amsterdam. Heb ik ook gedaan, ik ben een pianostemmer, dat is uiteindelijk geworden. En van daaruit is dit allemaal ontstaan eigenlijk. Ik ben toen 3 dagen aan het werk geweest en die andere 2 dagen heb ik dus hier aan besteed. Oké, dus dat is in eerste instantie wel begonnen als een hobby en daarna dus een beetje al de hand gelopen hobby. Ja, het is een uit de hand gelopen hobby. ja. En vervolgens, waar heb je je opleiding gevolgd of is het gewoon puur dat je zei ik ga gewoon nu inderdaad instrumentenbouwer worden en dan ga ik gewoon door middel van ervaringen steeds meer instrumenten maken en... Ik was de pianostemmer, dus ik heb daar vrij veel van de materiaalkennis door gekregen. Daarna heb ik natuurlijk wel een hoop collega's alle vaardigheden geleerd eigenlijk, de ervaringen ook zelf. Ik ben veel met veel mensen geweest. En voor de rest ben ik natuurlijk autodidact ook. Welke meesters word je geïnspireerd in je werk? Dat is vanwege de vioolbouw. Het is natuurlijk belangrijk Stradivarius, Guarnieri, Amati, Sturioni, dat soort mensen allemaal. Vaak de Italiaanse meesters, dat wel. Er zijn een paar Franse meesters nog wel bij. Bij de gitaarbouw is dat, ja, is meer verschillend. Ik denk meer bij Gibson bijvoorbeeld, Martin, Loden, dergelijke mensen. Je ziet hier een klompviool staan. Ja. En qua uiterlijk verschil ik natuurlijk deze wil van de klassieke variant. Ja. Maar klinkt het ook anders? Ja, het klinkt heel anders. Ja? Ja. Mag ik dat misschien nog horen? Nou, dat zou moeilijk kunnen, denk ik. Maar ik kan hem eventjes erbij pakken. Dat is deze. Is van een klomp, maatje 42. Daar heb ik er een viool van gemaakt. Het is wel een oud-Hollandse traditie, dit. En men deed het een beetje in Drenthe en Friesland. En daar komt het dus oorspronkelijk ook wel vandaan. Dat is er helemaal niet, dus dat is wel inderdaad... Ja, weer wat bij geleerd, hè? Ja. Ja. Wat grappig, inderdaad. Maar het klinkt net zoals hij eruit ziet. Het is niet echt verfijnd, hoor. Nee, maar goed, in de tijd had ik natuurlijk weinig geld om een viool te maken en zo. Dus kreeg je dit soort variaties. En wat voor soort hout heb je gebruikt voor dit muzikaal instrument? Dit is populier, dus echt het klompenhout zelf. Populier met vichtenhout en ernst door een halsje. En een toets van ebbenhout. Je ziet echt prachtig uit. Een beetje stoffig, denk je zo. Ja. Het is echt heel grappig. Ja. Ja. Dat heb ik gewoon een keer gedaan om een keer zoiets te laten zien dat het mogelijk is. Ze zijn helaas vrij onbekend, maar het is wel erg leuk. Ja. Waarschijnlijk mensen die ook in de winkel komen, dan valt het waarschijnlijk wel op. Dan kijken ze ook naar. Ja, weinig. Ik hoor er weinig over. Ik heb wel altijd ergens in de winkel hangen. Maar er zijn weinig mensen die er op uitkomen. Ja. Ik denk ook niet dat ze weten wat het is. Nee, het is voor de grap, maar... Ja. Het is gewoon een instrument, muzikaal instrument. En, ja, het is een vorm van zottigheid. Hè? Ja, maar goed, die kan je wel bespelen gewoon echt. Ja, je kunt hem wel bespelen. Misschien op een feestje of zo. Ja, zou kunnen. Ja, ja.
Dat is hem, je meesterwerk? Dit is een meesterwerk, ja, zoals dat heet. Aan je meesterwerk heb je 2 jaar gewerkt, ja. Heb ik gehoord. Ja, ja. In je vrije uren? Ja, in de vrije uurtjes, ja. Ja. En dat was meer de kwestie van, waarschijnlijk de kwestie van de uitdagingen, kan ik dat wel maken? En, ja, je wil eens een keer in zoveel tijd een werkelijke uitdaging maken om te kijken of je dat kunt. Dus ik heb ook iets gemaakt, want dit is ook allemaal volledig een gulden snede opgebouwd en zo. Dus ik heb ook, dit is ook natuurlijk de manier om dat hout in dezelfde vorm te krijgen. En dit soort rare constructies die erin zitten, dat het allemaal kan in hout. Het was eerder gemaakt, dus het moest wel kunnen. Ja, dat is ook de reden geweest dat ik hem gemaakt heb. Er zijn geloof ik in totaal 4 van dat soort instrumenten op aarde. Ja, voor zover ik weet hoor. Want ik kan toch best wel iemand ook zo'n ding gemaakt hebben. Maar het eerste is gebouwd door Orville Gibson in 1898. En de tweede is gebouwd door hemzelf ook in 1920. En de derde was door Roger Siminoff in 1970. En ik ben de vierde, voor zover ik weet. Maar ik heb het behoorlijk nagezocht en ik heb niks anders kunnen vinden. Ja. Je hebt natuurlijk ook parelmoordje verwerkt, hè? Ja. En heb je dat helemaal zelf gedaan? Het ornament heb je waarschijnlijk ook zelf ontworpen? Ja, het is zelf ontworpen, ook zelf gezaagd en zelf ingelegd. Ik heb alles zelf gedaan. Is het wel lastig om dat te doen? Want het is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat alles is natuurlijk heel, heel kwetsbaar. Het materiaal. Ja, je bent er vrij lang mee bezig. Dat klopt inderdaad wel. Ja. Het is een hoop gepriegel, maar dat is het enige wat ik ook eigenlijk doe hieraan. Ja. Je kunt niet eens een keer lekker een beetje gaan ralsen of zo. Dat hoort niet bij dit vak. Dus want, wat betekent dat eigenlijk? Want je hebt natuurlijk een heel mooi ornament hier, maar heeft een bepaalde betekenis. Dit is, ja, natuurlijk moet het ook esthetisch zijn, maar dat is ook de vorm van hoornis overvloed die erin zit. Dit zijn 7 stuks en het zijn er ook 7 stuks. Dit heeft, dit is gewoon bloemmotieven. En dan zou dat een beetje mooi eruit ziet. Esthetisch, esthetisch. Mag ik raden wat voor muzikaal instrument we gaan bouwen? Ja, dat mag. Het is een viool. Ja, het bovenblad van de viool, het bestaat uit 2 delen. En dat is als een boek uit elkaar geklopt eigenlijk. Het heet ook boekmatched. Omdat je dan aan de beide kanten dezelfde tekening krijgt. Het onderblad is ook zo, dat werkt op een andere manier. Kijk of ik ergens een blaadje heb. Zo. Ja. Zo. Zo werkt dat. Dat zijn bladen die zijn gekliefd door midden. Kijk, daar zit dus daarin. Dat wordt ook zo gelagerd. En dan is de bedoeling om dit door te trekken. En dan vervolgens open te klappen en dan krijg je dus dit. Aan beide kanten worden ze hier dus ingelijmd. Dan krijg je dus het bovenblad zelf, het onderblad zelf. Ja, een viool. Wat voor soorten hout gebruik je voor het bouwen van een viool? Dit is vichtenhout. Dat is Duits eigenlijk voor het sparhout, zoals wij eigenlijk wel kennen. Dat komt uit de noordkant van de Alpen vandaan. En dit is, ja, dit is gewoon Esdoorn, dus het heeft een andere gematigde luchtstreek en dan vind je dit hout ook weer terug. Maar dit heeft dus wel de tijgerstreep zoals het heet. Niet ieder stuk Esdoorn heeft dit. Het is eigenlijk een soort, 1 op de 10 keer vind je dit een keer erin terug. En hoe mooier dat is, hoe dieper dat is, hoe fraaier de uitwerking wordt. Ja. Dat is bij viool eigenlijk altijd zo. En, gitaren, dan heb je dus nog een keer palissander erbij, of mahonie, of esdoorn. Thank you.
dus die klankenkast denk ik wat holler maken, denk ik. Hè? Hij moet op een exacte dikte uitkomen. Oké. En hoe meet je? Je meet natuurlijk ook met dit apparaat een bepaalde diepte. Ja, hier meet je de dikte op. Kijk, dat zijn de millimeters zelf. Uh-huh. En we werken nu naar 3 millimeter toe, een bovenblad. Okay. Dat moet nog iets minder worden, maar dat gaat dan op klank en gevoel. Maar 3 millimeter kun je vrij zeker doen. En je ziet dus dat hij nu veel te ver is, 5,5, 6 millimeter. En dan loopt hier wat minder. Kijk. Oh ja. Ik ben nu overal op die 3 millimeter af te werken. En dan ga je dus later werken met soort schaafjes. Om dus de juiste diepte erin te krijgen. Mm-hmm. Ja. Eerst moet hij naar 5 millimeter toe. Eerst gaat Hans de binnenkant van de viool tot de juiste vorm schaven. De binnenkant van de viool wordt dus hol gemaakt. De dikte en de vorm van het hout bepaalt de juiste klank voor de viool. Wat vind je wel belangrijk tijdens het maken van een goed muzikaal instrument? Heb je bepaalde ingrediënten voor nodig? Ja, ik denk toch wel, als ik iets een opdracht maak, dan heeft dat te maken met intuïtie. Dus wat is nou de juiste viool of het juiste instrument voor de juiste mens? Dat is natuurlijk een vrij moeilijk iets om dat een beetje vast te pakken. Maar je kunt je voorstellen dat sommige violisten die proberen heel veel klank eruit te krijgen of zo. Dus men heeft dan een kanon nodig, zoals dat heet. En sommige mensen die zijn wat meer timide en die zijn wat introverter erin. Die hebben dus ja, wat minder kanon eigenlijk nodig. Dus het gaat om het juiste instrument met de juiste mensen te krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer. En hoe zie je dat? Er komt iemand binnen en die zegt, nou ik wil die instrument. En kan je gewoon in 1, 2, 3 ook bepalen wat voor persoon dat iemand ontvangt? Nee, dat gaat niet 1, 2, 3. Het is natuurlijk om de vraag of dat wel allemaal kan. Maar je probeert tegen me door te vragen wat men wil, wat men doet met het instrument. En je krijgt uiteindelijk wel een bepaald beeld ervan of zo, een bepaald gevoel erover. En dat bouw ik dan maar, denk ik, zover als dat kan. Dus gewoon puur intuïtie ook? Vrij van intuïtie, ja. Okay. Dus ik doe het zelf zo. Andere mensen die doen het heel anders, op een andere manier. Maar ik denk dat je toch wat meer resultaat mee kunt bereiken. Ja. Dus puur gewoon inderdaad een muzikaal instrument aan de hand van wat voor persoon iemand is. Wat voor persoonlijkheid heeft iemand. Ja. Oké. Okay. Hans, wat is de volgende stap? Dit is afwerken zelf van het hout. We gebruiken dus geen schuurpapier voor de afwerking, maar het gaat allemaal met schrapstaaltjes. Dat zijn schrapstaaltjes, ja. Dus er zit een heel klein verfijnd randje aan. En dat kun je als het ware zo. Zo eraf halen. Het verschil zit er tussenin met schuurpapier. Dat als je dit gaat schuren, dan krijg je kleine wolkjes erin zitten. En dat is niet zo mooi. En als je een schrapstaaltjes neemt, dan krijg je een hele langdradige, verfijnde oppervlakte. En dat is natuurlijk ook waarschijnlijk mooier voor de klank? Of gewoon puur voor... Meer esthetica, denk ik. Ziet er veel mooier uit. Ziet er veel fraaier uit, ja. Dat is dus de hals? Dit is een hals, ja. Oké, en wat gaan wij daarmee doen?
Hij moet dus nu ook uitgestoken worden. Ja. Dus dat je dus... de voluut komt er eigenlijk een beetje in te zitten. Ja. Dus een van de eerste stadia is dus de krul een beetje vorm te geven. En dan kun je dus met gutsen een beetje bewerken. Oké. Bewerken. Dat gaan we doen. Je tekent het helemaal wat er allemaal eraf moet. Ja. Als ik een opstaand randje laat ik dan zitten. Ik vind het een mooi geluid. Volgens mij is het heel erg rustgevend. Klopt het trouwens wel dat de snaren van een strijkinstrument worden vervaardigd uit schapendarm? Dat was van oorsprong wel. Geen kattendarmen? Geen kattendarmen, ja. Het is wel een waar is de kat trouwens? Nee, de kat is even weer gevlucht. Maar het was inderdaad schapendarm of geitendarm en zo. Het wordt langzamerhand eigenlijk niet meer toegepast. Ja, het wordt wel gedaan over de professionele mensen, denk ik dan. Maar het is meer perlon en darm geworden. Of perlon en Nederland geworden. Ja. En ook nog eens een keertje staal. Komt ook al voor. De E-snaar is altijd van staal. Ook bij de darmsnaren zelf. Het is meer darm dus eigenlijk geworden. Het is natuurlijk ook, waarschijnlijk darmen zijn veel te duur en dat is waarschijnlijk, ja. En ik weet niet of het diervriendelijk is ook. Of het diervriendelijk is, weet ik niet, want blijft er wel een beetje van over, denk ik allemaal. Het wordt er wel gebruikt hoor, allemaal, maar men zou ook wel dat minder is geworden, die kwaliteit van de darmen zelf. Het zijn ook vochtgevoelig, denk ik. Hè? Ja, sterk hygroscopisch. Dus het ontstemt heel snel, breekt heel snel, maar het klinkt wel steeds het mooiste. Maar het gaat wel echt hard achteruit. Ja. Hoeveel uren heb je nodig voor een bouwen, bijvoorbeeld van een veel ongeveer? 160 tot 180 uur. Zo. Dat zijn dan de efficiënte uren. Dus niet mallen maken, dus ook niet het hout zoeken, maar echt pure bouwen zelf. Ja, ben je wel kwijt. En dan doe je dat dag en nacht of bepaal je zelf gewoon je eigen dagindeling? Ja, je hebt natuurlijk vrij veel reparatie en restauratie. Het is ongeveer half om half. Dus wat ik nu bouw doe, is ongeveer de helft. En ongeveer wat ik reparatie doe, is ook een beetje de helft. Ja. Dit is een barokviool. Aha. Je hebt twee soorten violen. Het is moderne violen en barokviolen. Deze zijn zoals ze vroeger altijd gebouwd werden. Rond 1850 zijn ze veranderd. Om ze wat meer volume te gaan geven. Dus de hals is verlengd. De halshoek is wat groter geworden. Hij is meer naar achter gegaan. De kam is wat hoger geworden. En de toets is nog veel langer geworden. Want dit is een vrij korte toets. Loopt het tot daar ongeveer. Aha. Een stukje erbij. En deze zijn ook een heel stuk lagere stemming. Dit is een barokviool. En deze barokviool hebben altijd nog de darmensnaren.
over de E. Wij verlaten de werkkamer van Hans. Want vioolbouwen kost veel tijd. Zeker 160 uur. Volgende keer gaan we weer iets spannends beleven. Tot dan!